bekende in de omgeving moet. Ja. Dat vind ze leuk. Kom, Peter. Ja, ik vind het ook leuk. Kom, Peter. Ja? Ja. Is het leuk? Ja. Dat is het toch? Hoi. Hoi. Staat erop hoor. Fijn. Ik heb bewijs voor je. Hallo. 250, Peet. Hartslag. Wat hebben die hitten net al goed, zeg. Nou, hè. Domhoog. En nou weet hij dat hij gefilmd wordt en dan gaat hij gewoon een stuk harder, zie je het? Gerard, Aad, wie nog meer? Aad geloof ik moet naar boven, joh. Aad zit achter de grill. Aad kraakt net die fiets. Zo! Nou, dat was niet normaal. Ja, wat denk je, was er wel breek? Kijk, Aad heb het ook zo, hoor. Kijk, Gerard, die gaat hard. Het lijkt wel op dat hij plots van in de wedstrijd zit. Eens kijken. Nou. Dat is de tweede keer dat hij omhoog gaat. Ja, goed weer. Goed voor een veteraan. Aad, kom op, hè. Ja, even kijken in de camera, Aad. Ja, nou niet meer. Toen moest ik naar beneden, want ik kon natuurlijk niet meer opstappen. Nee. Ben ik naar beneden gegaan. En toen weer terug omhoog. Ja. Maar ik was niet zo moe nou als toen. Ik ook niet. Eerst niet omrijden. Oh. Shoppen de flop. Rem mijn rug uit. Het gaat wel zwaar, zie je het? Ja, die haalt de vijf niet. Erop. Nog drie keer! Nog drie keer! Doet hij het of doet hij het niet? Hè? Nog drie en een half keer. Nog drie en een half. Deze tel je niet meer. Nee, deze moet je niet meer tellen. Ja. Kom op! Ja, wel. Is te weinig stil, joh. Trek hem, boy! Trek hem! Kantje bij! Niet opblazen! Dat is maar de vijfde keer, dat is mooier. Dat vind je wel lekker. Ja? Ja. Ja. Yeah. Nee? Oh. Ah, als hij dat redt, vind ik het echt wel goed hoor. Oké, ga even kijken nou hè. Ja. Nog maar drie. Nog drie. Goed, Peet? Ja. Ik ga nog wel een keer rennen. Ja? Maar... Weet zeker. Stimuleert hem. Ja. Ja, ik zie niks, joh. Ja, dat is het raast, hè? Ja, je staat helemaal omhoog te filmen. Ja. We hebben er al een paar gehad vandaag. Ja. Ik
Ik heb hem wel verschillende keer op mijn renfiets, maar ik heb dit fiets van mijn zoontje, dus... Ik ga wel fietsen, jongen. Ik ga mijn renfiets niet bij me. Ja, wij hebben hem al diverse keren gehad. Eerlijk? Maar we hebben nou een weddenschot met een... Met een ja. Vriend. Dat doen we nou 5 keer. Ja. 5 keer omhoog. Ja, dus we hebben zo gek gemaakt die 5 keer achter elkaar naar boven. Ja, we hebben al 3 keer gedaan. Het is nou de 3e keer. En komt hij dan andersom terug? Of hij heeft hem toegedaan met een streepje schrijven. Oh, even opzij hier. Ja, wat heeft hij gedaan? De mol van toe. Oh. Jawel. Het is wel zwaar hoor, maar het is te doen. Hij redt het weer, hè? Dat streepje. Oh, je moet kijken of die boven komt. Is hij daar bij de blauwe bord boven? Ja, bij de, als hij bij de bord komt, is hij... Dan mag hij ja, hij heeft hem. Voor de 4e keer hoor, die weer. Het is de 4e keer al. Ja, dan blijft hij erboven, hè. Hij gaat niet zelfs zitten, ja. Dat is moeilijk, hè. Beetje uit de weg, hoor. Kom, Gerard, kan je nog lachen? Jawel. Gaat hij nou of niet? Waarom kan je dan lachen? Gaat hij de 5e keer ook? Ja, tuurlijk. Je zweet wel hoor. Gerard, ik denk dat de rest van het seizoen over is met je als je die 5e keer doet. Nee. Wij dat inderdaad tegen een andere auto te breken. Dat is blijven we niet, hè. Flikkert wel. Ja, nou lukt het hem. Ja, een aardig zwaar verzet zit hij hoor. Ja. Zwaar verzet? Ja, tuurlijk zit er zwaar verzet. Ik probeer er even vinden. Dat heb ik ook. Ja. Best zwaar verzet voor zijn. Om 23. Ja, terug in het Nederlands kampioenschap is al deze motor in. Ja, ja. Dat is een motor in zitten. Nou, onze Gold Race, die hebben we in. Ja, ook al. En die gaat studenten omhoog. Ja, dat is. Daar beneden film ik het dan ook. Hij is getrapt, hè. Ja, kom op. Gang erin. Minstens 15 kilometer moest hij gemiddeld. Anders telt hij niet. Zo, hij heeft het zwaar nou hoor, hij. Ja. Goh. Kijk hem waggelen, joh. Hij kan wel praten. Staan die mensen daar nou boven nog te wachten? Nee. Ik geloof wel. Nou, heb hem, hè? Ja. Ja, en dan pakt hij mee extra. Nou, heb hem. Dat kost ons geld.